Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe video van Farming Simulator 17 Seasons. Jawel, de vorige aflevering afgelopen vrijdag hebben jullie enorm lekker geliked. Volgens mij hadden we 700 likes. Dus dat betekent dat we weer een tweede video gaan doen. En het zou super tof zijn als jullie gewoon lekker blijven liken. Ook weer 500 likes halen, zou ik echt enorm tof vinden. Ik zag in de reacties staan van Lars, kun je dan niet gewoon nog een paar dagen skippen totdat de winter komt? Hoe dat er ook weer uitzag, zou kunnen. Moet even kijken hoe we dat gaan doen. Want 24 juli, dat is donderdag. Precies over 4 dagen nu. Dan komt de Seasons mod uit. Dus aan de ene kant denk ik van nee, moet ik niet doen. Omdat het sneeuw in FS19 er natuurlijk heel anders uitziet. Aan de ene kant denk ik, ja, misschien is het wel geinig om even te zien hoe het ook weer in elkaar zat. Dus, ja, laat het maar even weten met een poll rechtsbovenin, zou ik wel tof vinden. Maar dan gaan wij dus nu weer eventjes het hooi opruimen, want we waren natuurlijk hooibalen aan het persen. En ik weet niet of we hier ook daadwerkelijk verder mee doorgaan. Zo. Het geluid staat wel heel hard trouwens hoor. Voor mij dan, hè. Staat op 60%. Maar waarom hoor ik dat dan zo enorm hard? Moet ik even wat zachter zetten dan. Want anders hoor ik mezelf. En dat is niet helemaal... hoor ik mezelf bijna niet. Goed, we gaan het hooi gaan weer oprapen. Oh, ik ben zo blij dat ik weer hier een snelle dirt heb. Echt waar. Heerlijk. Dat heb ik wel gemist hoor. Een snelle trekker. Dat heb ik zeker gemist. Nee, maar we gaan gewoon eventjes dit hooi, gaan we eventjes een paar balen van pers, een paar hooibalen en een paar silagebalen. Ik weet niet of we nog silagebalen hebben. Volgens mij hebben we er heel wat in de schuur zitten. Dan moeten we straks maar eventjes gaan kijken. Het is in principe, weet je, ik wacht gewoon op de Seasons mod, dus dan doen we dit gewoon eventjes. Ik wil niet zeggen dat we hier ook daadwerkelijk mee doorgaan, maar dat we alvast weer de feeling ervoor krijgen hoe ook alweer Seasons eruit zag. Snap je? Dus... nou, de geluiden in FS17 waren natuurlijk wel echt het toppunt, hè. Daar kun je, ja, daar kun je meningsverschil veel over hebben, maar die win je toch niet. Maar het zijn gewoon de feiten wat gewoon kloppen. Dat de geluiden in FS17 gewoon veel beter zijn dan FS19. Alhoewel, op bepaalde aspecten is FS19 natuurlijk wel beter dan FS17. Maar qua strekken het zwaar heeft en hij moet een heuveltje op en weet ik voor wat. Ja, dat was gewoon allemaal realistisch. En als je in FS19 is dat niet het geval. Dus ja, dat is misschien wel een beetje jammer. Maar goed, het maakt niet uit. Ja, als je dan zo kijkt, als je dan zo in de trekker zit, dan zul je zeggen van... ja, ik zie geen verschil tussen FS19 en FS17. Maar als je buiten de trekker kijkt, ja, dan is het een heel, heel ander verschil. Want de graphics in FS19 zijn natuurlijk wel een heel stuk beter. Dat is één ding wat zeker is. En waarom mis ik nou in één keer zoveel? En deze trekker rookt ook lekker zoals je kunt zien. Dat is ook wel leuk. Och, we hebben... och, veel surf hebben we ook nog, ja. Och, goeiedag, Jim. Ja, het is wel zo. We hebben dit nu allemaal openstaan, hè. Dit gras groeit niet meer, volgens mij. Bijna niet meer. En het is hooi, dus het kan ook niet wegrotten. Zeg maar. Maar als het alleen gras was, dan had het gras nog kunnen wegrotten. Maar nu is het hooi en dus dan rot het niet weg. Als het goed is. Maar ja, we gaan gewoon even lekker Farming 17 spelen. Totdat Seasons uit is en dat we daar een map voor hebben. In de tussentijd gaan we gewoon lekker hiermee bezig. En dit wordt ook geen vaste serie. Dit is gewoon om de tijd te vullen, in principe. Volhaas. Oh, mijn eigen dirt, jongens. Heerlijk. Ja, ik heb natuurlijk ook een 9-serie op FS19. Of een 7-serie, ik weet niet meer wat het is. Die is op zich ook wel heel vlot, maar niet zo vlot als die je hier hebt, zeg maar. Zo. Eerst even... deze aanzetten. Maar die hoeft niet aan trouwens. Zo. Die staat ook weer aan. Kunnen we keepen. Hadden we eigenlijk... ja, we hebben dieren, hè. Want die hadden volgens mij alles.
Hooi en gras zit vol. Of hoe. Kijk, volgens mij. Dat moet toch even. Want volgens mij zijn dit allemaal hooibalen. Ik dacht dat we hier allemaal silagebalen hadden. Of zag je dat verkeerd? Ik zit vast. Ik zit vast. Ik dacht dat. Even iets minder snel. Zo, keer 3. Ik dacht dat we heel veel silagebalen hadden. Hier staat niks. Oké, maar dan kunnen we het ene veld hooibalen doen en in het andere veld kunnen we silagebalen doen. Ik denk dat dat het makkelijkst is. En dan doen we dit veld doen we hooibalen. En het, het andere veld doen we silagebalen. Zo. Stortbak. Ja, kijk, want we hebben dus nog heel... Want we moeten toch even wachten totdat hij klaar is. We hebben hier veld 7 zitten we nu in. En veld 5 is ook nog helemaal... Goeiedag, Jim. Ja, we kunnen silagebalen maken, maar we kunnen het hooi natuurlijk ook in een kuil doen. Hebben wij die hier überhaupt? Een silagepit? Ja, hier, daar. We hebben er al zelfs eentje. Hoeveel zit hierin? 101.000. Dat is niet zoveel. Dat kunnen we hier natuurlijk nog wat in doen. Dus, Maar ja, daar komen we vanzelf achter. We gaan nu gewoon eerst eventjes veld 5 proberen af te maken vandaag. Zodat wij daarmee verder kunnen. Heb ik hier. Volgende lading. Oh, ja. Ja, ja. Nee, niks aan de hand. Ik ging een beetje te hard de bocht door. Sorry. Was mijn fout. Excuses, ho, ho, ho. Kijk, als ik ook maar ergens één keer ting aanknal, dan blijf ik overal ting aanknal. Nou, ik zou zeggen, weet je wat, ik blaf even er een timelapse door in. En dan kunnen we dit veld eens even afmaken. Alright, nou, we hebben dat veld hebben we nou in ieder geval klaar. Dat is veld 1, waar het allemaal hooi wordt. Dus, moeten we even de Fiat pakken om deze balen op te halen. We hebben hier nog een strobaal, hebben de koeien stro nodig? Ja, dus die nemen we direct even mee. Even lopen, 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 lopen. We nemen deze even mee naar de koeienstal, dan kunnen ze dit in ieder geval alvast meenemen. Ik weet niet of die... Moest je nou daarin? Of waar moest je nou in? Ik weet het niet meer. Hier? Oh, daar. Oké, hij is weg. Pff. Mooi. Het begint al bijna donker te worden. Dus we moeten eventjes de Fiat pakken. Ik hoop dat deze trekker eventjes zijn ding blijft doen. Maar... Hij kan toch geen kant op, die... die John Deere. Halen wij even de trailer op. Oh. Zo, ik had in één keer een frame drop. Zag je dat?
halen we die triller maar eens eventjes op. Dan kunnen we de baan opruimen namelijk. Ik had gedacht dat ik dat nog wel kon halen, maar blijkbaar dus niet. Zo. Lampjes aan. Wat je wel kan merken is, omdat je nu in de cabine zit, dat het geluid niet minder wordt, zoals in FS19. Dat kun je wel merken. Ja, het is wel iets zachter, maar niet zo erg als FS19. Even kijken hoor. Work position. Round bales. X work position. Zo. Ja, dan brengen we de eerste. Dan maken we hier even een mooie top 0 van. Anders vergeet ik dat weer namelijk. Dat is niet helemaal de bedoeling. En dan moeten we die ook eventjes wegdoen. Zo. En om het nog mooier te maken, doen we het ook nog even zo. Niet? Oké, dan niet. Kijk, dikke Fiat, jongen. Heb ik hier. Zo. Dat hebben we ook. Nou, gaan we dus deze in de... dinges achter ons. In de, hoe heet dat? In de... Maar... Hebben wij hier nog balen tussen zitten? Ik kan me nog herinneren dat we hier een keertje balen hadden. Kijk, hier hebben we nog heel veel balen. Zie je dat? Oh, ik moet even wat doen. Hup. Ik zat in de lucht. Hier hebben we ook nog heel veel balen. Dus eigenlijk moeten die hierbij in liggen. Maar ik denk dat dit een mooie schuur is voor de balen. Dus daar kunnen we eventueel, als daar misschien ooit nog tijd voor is. Zo. Als daar ooit eventueel nog tijd voor is, kunnen we dat altijd nog verplaatsen. Ja, die draai gaan we niet halen. Zo dicht mogelijk langs de schuur. Kijk, top. En we hebben hier niet zoveel ruimte, zeg maar. Want ik wil hem eigenlijk zo dicht mogelijk tegen de zijkant aan hebben. Alleen ik kan het niet zo heel goed zien, zeg maar. Ja, dan zouden we dus eigenlijk zo dicht mogelijk tegen de schuur aan moeten staan. Zo ongeveer. Ja, dat kan ik nou nog steeds zien. Ja, zo ongeveer. Kijk, nou staan ze mooi daar achterin. Zie je dat? En dan kunnen we net die bocht niet halen. Het is allemaal behoorlijk krap namelijk. Kom op, daar moet je langs kunnen. Goed zo. Zo. Andere baal ophalen. Kijk, deze kunnen we even met de hand daar neerleggen, want dit zijn er niet zo heel veel. En dan kunnen we misschien de volgende keer de silagebalen doen. Eventueel. Zo, doen we even die herriut. Oh, we hebben ook nog 3 stroombalen. Huh? Stroombalen? Hoezo stroombalen? Wat doen die dan? Ja, als het regent, dan gaan deze wel rotten. Dus dat is niet helemaal de bedoeling, zeg maar. Oh ja, dat moest zo, hè? Met de FOF. Oh ja. Was ik vergeten. Dat werkt ook, dat werkt anders met de mod. Met de Creator Tools mod. Nou ja, maakt ook niet uit. Ja, dan kan ik ook naar beneden omlaag. Zie je dat? Dat is met de Creator Tools mod, is dat. Dat is helemaal vergeten. Maar goed, hier, dat is dan wel weer een dingetje. Kijk, met FS17 kun je geen objecten draaien. Zoals met FS19 in het geval. Als je de muisknop in, je muis wil indrukt,
Dan kun je een object kun je draaien. Dus dat is wel heel erg makkelijk. Ja, dit werkt ook. Tenminste. Als het werkt. Oh, ja hoor. Kijk, en dan krijg je dus soms ook inderdaad zulke dingen. Ja, joh. Ja. Oh. Nou ja, de tyfe wals daar maar naar boven. Heb ik hier. Ik heb verknald. Lekker bezig, Lars. Heb ik hier. Balen weg. Heb ik hier. Lekker hoor. Ja, nou hebben we alles. Och, vreselijk. Nou ja, goed. Maakt ook niet uit. Zo vaak kom je toch niet met. Het is één goede rotzooi. Het was heel mooi. Maar tegenwoordig niet meer. Nou ja, goed. Dan kun je het er gewoon neergooien. Heb ik hier. God dang it. Nou ja. Zoals alles maar een beetje bij elkaar ligt. En niet overal midden en nergens neer wordt gegooid en gedaan. Dan moet dat goed komen. Blijven staan. Goed zo. Ja, mooi. Ja, nou die mag. Ik wil die graag hier hebben. Zo, zo. Ik zeg dat ik jou hier wil hebben. Ja, daar mag ook. Zet even de Johnny uit. Oké, dan kan hij afkoelen en dan kunnen we de volgende keer dus eventueel veld 5 doen. En dan maken we hier silagebaal van. Of we gaan dit oprapen en in de kuil gooien. Dat kan ook nog. Want we hebben veld 7 hebben we nu klaar. Maar alleen veld 5 nog. Alleen ik weet natuurlijk niet ook hoe dat in zijn werking gaat. Maar we kunnen natuurlijk ook niet slapen. Dus we blaffen even die tijd door snel. Ruppakee. Zo. Is dat gas nu kapot stuk? Nee. Mooi, kijk. Alles kleurt nu ook een beetje, omdat het de derde dag van de herfst is. Dus het gas is ook een beetje andere kleur geworden. Hartstikke mooi. Maar zo gaan we dat doen, jongens. De volgende aflevering gaan wij, en waarschijnlijk ook de laatste aflevering, omdat dan Seasons al uit is. Gaan wij veld, lopen er even heen, veld 7 gaan we doen. Dit veld hebben we klaar, dit moet nog bemest worden eigenlijk. Gaan we dit veld doen en dan kunnen we er eventueel of balen van maken, of... We kunnen er ja, balen van maken of in de kuil gooien. Dus dan moet maar eens even kijken wat de makkelijkste manier is. Ik denk dat in de kuil gooien een makkelijke manier is. Anders heb je namelijk die balen weer en dan vliegt er weer alle kanten op. Dus ik wil dat beter in de kuil doen. Misschien een beetje een korte aflevering, excuse-moi. Maar ja, we gaan dus binnenkort, gaan we hier dus mee bezig. En ik denk ook dat veld 38 nu geoogst kan worden. Hey, een vos. Hi, vos. Dit zou ook wel klaar zijn om te oogsten, dus gaat ook helemaal goed komen. Maar goed, jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je dit een leuke video gevonden, dan zou ik super tof vinden als we weer de 500 likes konden halen. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Kalm!